hopelijk vond je dit een leuke video. Als ik het duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Zit nog altijd. Ik heb pauze in mijn haven gisteren nog. Dat moet er nog uit. Dus, ik ben gisteren geen tijd voor gehad. Ik ben meteen gaan slapen. Was er dood op. Dus daarmee is er nog paars in mijn haar. Ik ga naar de beenhouwer en zo. Ik ga ook eens kijken voor de konijnen. Ik kan dat niet meepakken, zo'n grote dingen. Dus moet ik echt wel iemand voor hebben. Dus dat moet ik ook eens bekijken. Dus de zon schijnt, daar ben ik ook al heel blij mee. Want hoe beter dat de zon schijnt, hoe beter voor mij. Dus hoe je vitamintjes opdoen. Hier zijn de konijntjes, zijn al wakker. Dus ook nog een beetje bekijken wat ik allemaal nodig heb voor kamp. Want binnenkort ga ik op kamp. Dus en dan ben ik al alles wat ik nodig heb mee gaan halen. Ik heb gekeken, alleen niet dat ik iets sponsor of word of zo. Door de extra, maar dat is eigenlijk een slaapzak. Die ga ik morgen misschien gaan halen. Dus ik kan morgen wel eens gaan kijken. Wat dat daar precies inderdaad kost, als dat inderdaad zo kost wat in de folder staat, dan kan ik die kopen, want ja, als je op kamp gaat, moet je natuurlijk alles wel hebben. Dus ik ga het toch eens bekijken. Sowieso, dat ga ik sowieso eens bekijken. En dan, ja, ik heb ook echt nog een tent staan als dat nodig is. Dat is het probleem hier en zo, maar dat gaat wel leuk worden zo in camping. Maar dat ga ook eens bekijken van wat heb je precies nodig, wat niet. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk, wat de batterij trekt. Even meer informatie komt nog. Ik ga geen datum doorgeven. Waarom? Dan weet iedereen dat ik die datum niet thuis ben. Dus dat wil ik ook niet doen. Maar ik vind het wel belangrijk om goed te weten wat ik allemaal nodig heb en wat ik allemaal ga kopen. Want ja, dat is natuurlijk ook wel leuk. Dat je al het materiaal natuurlijk al bij hebt. Dus ik heb ook nog een strandbal liggen. Een strandbal. Ik heb ook nog een van Good Life trouwens. Die is nog in de verpakking, dus die is nog goed nieuw. Dus dat vind ik ook wel cool eigenlijk. Dus om die ook te gebruiken, om die ook eigenlijk eens met iemand te spelen met een strandbal. Want dat is eigenlijk ook nog niet gebeurd. En misschien ook nog spelletjes of zo dat we kunnen meepakken. Dat we ook eens vragen van, ja, zijn er spelletjes die we kunnen meepakken? Doe dat ook gewoon. Dus dat is een beetje voorbereiding. Het is pas in juli, dat moet ik al zeggen. Het is pas in juli. Dat zal ook wel een beetje raar zijn, want dat is eigenlijk de enige vakantie die ik deze vakantie kan gaan doen. Want ja, jullie weten, de 16e is mijn operatie in augustus. Dus dan valt er niet veel meer te doen. Dus ik ga wel nog eens kijken wat ik ook Sea Life kan inplannen. Jullie weten dat ik bijna altijd naar Sea Life ga. Dus dan ga ik ook even bekijken of het lukt om daar naartoe te kunnen gaan. Dus ga ik ook nog eens bekijken. Normaal gezien zeiden ze dat vanaf 9 juni zou alles normaal gezien binnen ook mogen. Dus ik hoop dat inderdaad zo is, dat ik dan in die maand naar daar kan gaan. Dat wil ik ook wel heel graag doen, is naar Sea Life. Dus ik ga eens bekijken, maar je gaat er nog van horen sowieso. Ik ga nu stilletjes dan ook vertrekken naar de winkel om nog een paar dingen te kopen. De GB is vandaag niet open, want het is dinsdag en dat vind ik eigenlijk wel... In één keer is dat goed dat hij op zondag open is. Dat is allemaal goed en wel in de Carrefour, maar soms is het ook wel lastig dat hij op dinsdag niet open is. Dat je dan echt op woensdag moet rekenen, maar goed, dat is het leven. Kun je niets aan veranderen. Ben ik echt benieuwd naar. En als we terugkomen, gaan we deze ook nog eens een keertje testen. Dat is wel de bedoeling. Dus laat maar komen, zou ik zeggen. Vanavond gaan we trouwens hamburger eten, dus ik ga om hamburgers gaan. Ik zeg het, voor de konijnen zo nog een grote pak, dat is maar 10 euro. Maar ik heb dat niet op mijn fiets. Dus moet ik alleen eens kijken hoe dat we daar dus om kunnen gaan en hoe dat we dat gaan doen. Dus dat gaan we ook nog eventjes uittesten. Dus hoe dat we dat kunnen meepakken. Maar dat komt allemaal wel in orde. Sowieso komt dat in orde. Ik heb altijd alles alleen gedaan, dus dat is ook wel leuk om alles alleen te doen. Dat is geen enkel probleem. Dus let's go, zou ik zeggen. Laten we vertrekken. Ik had eens de batterij bij de plan. Zo, tijd om te vertrekken. Mondkapje meenemen.
iets wat ik altijd een beetje vergeet. Ik denk dat dat toch moet. Een mondkapje. Zo. Het kapje. Zo. Staat er nog een klein beetje. Een klein beetje dat het er staat, kijk. Een heel klein beetje. Niet zo goed dat er nog staat. Op de voorkant zal hij er wel nog meer staan omdat gisteren er opnieuw op gezet is. Dus dat vind ik wel cool dat hij er nog op staat. Wel heel leuk. Mondkapje. Check. De garage. Kapje. Daar zit ze. Klaar om te vertrekken. Het is wel warm in de zon, daar moet ik niet over klagen. Ik denk dat de terrasjes nu wel goed vol zullen zitten met dit weer. Dank ik. Denk ik, hè. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Zo, ik ga de kamer even uitzetten. We zijn weer in de winkel. Zodat je kan zien. En eens kijken voor die konijnen. Ik was er de vorige keer ook, maar... Konijnen moeten ook alles hebben, vind ik. Dus dat gaan we nu gaan doen. Ligt nu namelijk op de fiets, zoals je kan zien. Dus het zal wel zwaar worden. Op de fietsen blijft alles goed liggen. Ja, want hopelijk. Maar dat zal wel lukken. We zijn al meer gewonnen. Zo. We zullen eens vertrekken. Ja, dan straks lekker eten, hamburgertjes.
goede puree erbij of zo, frietjes. Ga eens bekijken. Heel warm, zo is het wel echt tegen mij. Ik ben nu extra voorzichtig, want ja, ik wil natuurlijk niet vallen. Dus ik val, ik heb mijn helm niet op. Dan komt het niet goed, hè. De grootste verrassing ooit wat jullie gaan horen. Ik ben benieuwd wat jullie gaan reageren eigenlijk. Ik moet ook nog een video voor opnemen straks voor op TikTok. Dat het morgen de grote verrassing is. Dus ik ben benieuwd eigenlijk wat mensen er gaan vinden. Maar tenslotte is iets wat ik zelf fantastisch vind. Morgen kan ik dat ook trouwens vertellen op school. Dat komt dus ook mooi meegenomen. Dus al bij morgen dus. Ik ben benieuwd wat de mensen daarvan gaan vinden. Het is hier weer verstopping, dus dat is altijd hier. Het is het punt dat je bijna niet doorgeraakt als fietser. Omdat alle auto's staan, dus stil. En dat is wel een beetje, altijd wel wat. Dus, vind ik wel jammer. Even niet goed kunt houden met die fiets, moet je natuurlijk oppassen. Te rijden natuurlijk. Elke auto die je voorbij kunt steken is mooi meegenomen. Is allemaal te doen dat de fiets ziet er ook wel wat meer ruimte geeft om te fietsen, vind ik. Dat is nu niet geval. En dat vind ik al heel spijtig. Regenboog staat er nog, zie ik. Ik ga er nog een tijdje staan, maar zolang het niet regent, sta ik er nog een tijdje dus. Vind ik ook cool. Voilà, we zijn bijna thuis. Ik vond je dit wel een leuke video. Maar veel valt er te vloggen natuurlijk, als je niet veel te doen hebt. Dus, vond je dit een leuke video? Tot ziens.